kun je acne aanpakken via je voeding. Absoluut. Ik ga jou vanavond 7 effectieve manieren geven om acne aan te pakken via je voeding. Hallo en van harte welkom in mijn Facebook Live. Ik wil heel graag vandaag het inzicht meegeven dat wat je van buiten ziet, dat altijd een reflectie is van wat zich aan de binnenkant afspeelt. En zo ook in het geval van acne. Ik ga je vanavond 7 effectieve manieren meegeven waarmee je acne kunt verbeteren. En misschien heb je helemaal geen acne. En dan denk je, ja, wat zit ik hier dan te doen? Wel, stuur dan deze video even door naar iemand die je kent die wel last heeft van acne. Want geloof me, er gaat zeer veel pijn gepaard met acne. En ik kan het weten. Alles wat ik vandaag ga vertellen, heb ik zelf ervaren. Alles wat ik vandaag vertel, pas ik elke dag toe bij mezelf. Goedenavond, mijn naam is Tanja Hebrecht. Ik ben wellness- en lifestyle coach. En ik hoop dat ik vandaag iets kan bijbrengen over hoe je die acne in godsnaam kunt aanpakken met de voeding. Want voeding, dat zeg ik toch altijd, voeding is je eerste medicijn. Voeding is ook je beste medicijn. En ook preventief kun je met voeding zoveel dingen doen om je gezondheid te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat je beter voelt en dat je er ook beter gaat uitzien. Ik ga je vanavond ook mijn persoonlijk verhaal vertellen. Voor het eerst. Omdat ik weet dat er heel wat mensen zijn die met dezelfde pijnen zitten. En als je het mij vraagt, is acne iets wat zwaar onderschat wordt. Mijn moeder zei ook altijd, en ik kan ze heel goed begrijpen, van kom aan Tanja, het zijn maar puistjes. Er zijn zoveel ergere dingen in het leven. En dat is ook zo. Maar zo kun je alles wegrelativeren natuurlijk. En ik kan je vertellen, voor mij is het een echt trauma geweest, jarenlang. En het zit er nog. En ik merk dat het is iets dat niet alleen pubers treft. Steeds meer volwassenen worden er ook door getroffen. En ik snap waarom. En ik wil met deze video de helpende hand uitreiken naar mensen die ermee zitten. Mensen die ook niet weten wat er mee gedaan en die niet geholpen worden door de mensen die ze opzoeken om geholpen te worden, om het probleem aan te pakken. Mijn persoonlijk verhaal begint op mijn 11e. Ik kreeg toen een aantal pukkeltjes hier zo op mijn voorhoofd. En het waren zo van die onderhuidse dingetjes, onderhuidse bolletjes. En na een paar maanden zag mijn voorhoofd eruit als een vlak vol braaien. En het werd alsmaar erger door de jaren heen, tot ik op mijn 18e en 19e vol stond. Mijn gelaat stond vol, behalve zo hier 2 kleine rondjes die zijn gespaard gebleven. Maar al de rest stond vol met pukkels van alle grote formaten, kleuren, noem maar op. En ik ging naar de huisarts. En die huisarts die had eigenlijk maar één remedie en dat was de pil. Maar mijn moeder, die was heel erg bewust van de nadelen, van de gevolgen, van de bijwerkingen en de gevaren van de pil. En dat was een no-go. Dus zijn we maar aan de slag gegaan met eigen middeltjes en receptjes die we van God en Klein Pierke aangereikt kregen. En dat ging van dikke lagen inosiolzalf, ken je die nog? Zo die dikke grootmoeders zinkzalf. Over maskers met op basis van groene klei. Of van die dingen die ik op mijn huid moest doen. Mengsels op basis van wijnazijn, waar de tranen vanuit mijn ogen liepen, omdat ze zo bijtend waren. Je wil niet weten wat ik allemaal op mijn huid heb gesmeerd. Ja, wist ik veel dat de oorzaak van mijn acne niet aan de en dus de oplossing ook niet aan de buitenkant te zoeken was, maar wel aan de binnenkant. Want wat begonnen was hier op mijn voorhoofd, dat wist ik toen nog niet, dat weet ik nu. Dat zijn de darmen. Dat zijn de dunne en de dikke darm. En
Ja, ik ging naar dermatologen dan maar. Hè. En ik heb er denk ik 20 gezien. En die schreven allemaal zeepjes voor en zalfjes. Maar niks hielp. Zelfs niet een beetje, zelfs niet tijdelijk. Het was verschrikkelijk. En de eerste keer dat het richting binnenkant ging, was toen mijn moeder mij meenam naar een homeopaat in Brussel. En er was een oudere man. En die man, die dook in zo van die dikke oude met groene lederen kaften boeken. En die dook daarin. En af en toe, dan dook die zo eens op om mij een vraag te stellen. En in dat consult heeft hij mij denk ik een tiental vragen gesteld. En het was 10 keer dezelfde vraag. En hij vroeg, eet u veel vlees? Eet u veel vlees? Eet u veel vlees? Ik werd er gek van. Maar dat was genoeg voor mijn brein om een hele sterke verbinding te maken tussen het eten van vlees en het ontwikkelen van acne. Met als gevolg, ik werd vegetariër. En ik heb dat 22 jaar volgehouden. Maar mijn acne ging niet weg. En toen, ja, op een bepaald moment ging ik zelfs zo ver dat ik op de zolder van mijn ouders vond ik een hoogtezon. En dat is zo'n onding, een heel gevaarlijk ding, dat in de jaren 60 in het pre-zonnebanktijdperk nogal populair was bij de dames om een gezond kleurtje te krijgen. Maar ik ging daarvoor zitten, veel te lang en veel te vaak. Met als gevolg dat mijn huid helemaal verbrand was. Ik wilde die pukkels er letterlijk uitbranden, zo erg was het. Maar dat hielp natuurlijk niet, dat bracht alleen nog maar meer schade toe. En kijk, ja, mijn zelfvertrouwen ging er compleet aan. Ik kwam niet buiten, ik wilde niet buiten komen, ik wilde niet dat iemand mij zag. Ik herinner mij nog dat ik mijn haar liet groeien, als een gordijn, waar ik mij kon achter verbergen. Ik zie mij nog op de bus zitten, naar school in Brussel, 45 minuten heen, 45 minuten terug. En ik ging altijd op zo'n stoeltje apart zitten met een boek, met mijn haar, zodat niemand mij kon zien. En als ik thuis kwam, dan deed ik direct een masker aan. Want ik kon het niet aan om in de spiegel te kijken zonder in tranen uit te barsten. Ik kon het niet aan om iemand naar mij te zien kijken, want ik was vies van mijn eigen gelaat. En ik zocht troost, ik zocht en vond troost in voeding, of zeg maar in vulling. Ik at mij te pletter. En ik ontwikkelde daardoor ook nog een eetstoornis. Met als gevolg overgewicht. Ja, dan was het helemaal om zeep, hè. Ik voelde mij ontzettend waardeloos, ik voelde mij ontzettend onaantrekkelijk, ik voelde mij diep ongelukkig. En ik weet nog dat ik op een bepaalde dag op een kruispunt stond in mijn leven. En ik dacht, ik kan twee dingen doen. Er een eind aan maken of het over een andere boeg gooien. Maar zo ga ik niet door met mijn leven. Zo erg was het. En kennelijk heb ik voor de tweede optie gekozen. En ik ben op zoek gegaan. Ik ben een zoektocht begonnen, een jarenlange zoektocht. Want ik wilde de fitte, de frisse, de stralende, de slanke versie van mezelf vinden. Creëren eigenlijk. Op een natuurlijke manier. Met natuurlijke middelen en op een lichaamsvriendelijke manier. En dat is een bijzonder boeiende zoektocht geworden. Dat is ook het begin geworden, de start geworden van wat ik vandaag doe. Mensen helpen om er op een natuurlijke manier beter uit te zien en zich beter te voelen. Dus vandaag valt de puzzel heel mooi in elkaar. Maar ik heb er godverdikke veel pijn moeten voor afzien. Maar het is zeker de moeite waard geweest. En dat ik dit nu doe, is alleen maar omdat ik hoop dat er mensen zijn die zich herkennen in mijn verhaal en die ook op zoek zijn naar hulp en die ook op zoek zijn van manieren van hoe kan ik nu op een gemakkelijke manier toch een groot effect hebben op die verdomde acne. Wel, ik hoop dat ze jou bereiken als jij ze nodig hebt.
Ik ben een opleiding schoonheidsspecialiste gaan volgen in avondschool. Ik ben talrijke opleidingen gaan volgen binnen het kader van de complementaire geneeswijze, fytotherapie en voeding en dergelijke. En gaandeweg is mijn interesse alleen maar gegroeid en is het uiteindelijk ook mijn job geworden. En één ding heb ik geleerd, een heel belangrijk inzicht, en dat is dat, ik heb het in het begin van mijn betoog al gezegd, alle uiterlijke problemen, alle problemen van je huid is alleen maar een externe reflectie van de interne omstandigheden. En in dit geval gaat het altijd over de inflammatoire toestand van je darmen. Het is zo duidelijk dat alle huidklachten een oorzaak vinden in de darmen. En natuurlijk, ja, als die darmen verstoord zijn, als de balans uit evenwicht is, ja, dan zie je dat aan je huid. En bij acne is het ook zo dat er vaak een hormonale disbalans nog bij komt. En dat stress ook een heel belangrijke factor is. Maar ook zo bij andere huidklachten. Goed, maar wat kun je er nu aan doen? Wat kun je er nu met je voeding aan doen? Wel, ik ga jou vandaag 3 dingen geven die je moet schrappen uit je voeding. En ik ga jou 4 dingen geven die je kunt toevoegen aan je voeding. En ik nodig je uit om ermee aan de slag te gaan en om het te proberen en om te kijken wat het voor je doet. Oké, hier gaan we. Wat moet je uit je voeding schrappen? Nummer 1. Gluten. Gluten. Gluten is eigenlijk iets wat voor iedereen beter uit de voeding kan gaan, maar zeker voor de mensen met acne. Wat zijn gluten? Gluten zijn dat plakkerig eiwit dat je in, vooral in de graansoorten vindt. In tarwe, in rogge, in gerst. En dat zit verwerkt in ja, alles wat op basis van die producten of die granen gemaakt wordt. Hè. Brood, toast, cake, koeken, taarten, crackers, pizza, noem het op, pasta. Allemaal glutenrijke producten. Het is iets wat gekke dingen doet in je darmen. Wat ontstekingen veroorzaakt. Wat PDS veroorzaakt, het prikkelbare darmsyndroom. Wat zelfs perforaties in je darmen kan veroorzaken. Dus weg met die handel. Mijn advies is, schrap het 2 weken uit je voeding. En kijk welk effect het heeft op je huid en op je buik. Op je darmen, op je spijsvertering. Oké, dat is nummer 1. Nummer 2. Zuivelproducten op basis van koemelk. Zuivelproducten op basis van koemelk. Ik heb het er eerder al over gehad. Ik ben absoluut geen voorstander van koemelkproducten. Om x, y, z redenen. Maar wat bij acne-patiënten het geval is vaak, is dat zij slecht reageren op lactose. Dat is het suiker dat in de koemelk zit. En op een eiwit, het A1-beta-caseïne, daar reageren ze ook heel slecht op. En dat zit in koemelk. En of dat het nu halfvolle of volle of magere is, of dat het nu kaas is of yoghurt of boter, maakt niet uit, het zit erin. Mijn advies, schrap het 3 weken uit je voedingspatroon en kijk wat het doet met je huid. En nadien, als je dan misschien toch iets van zuivel wil toevoegen, dan kun je misschien aan de slag gaan met schapenkaas of met geitenkaas en eens kijken welk effect het heeft. Sommige mensen kunnen het hebben en anderen niet. En ook, dat heb ik bij mezelf ook al gemerkt, als je bijvoorbeeld moe bent en als je onder stress staat, dan gaat je lichaam daar ook weer anders op reageren dan dat je lekker ontspannen en in vakantie en uitgeslapen bent. Dus hou daar ook rekening mee. Dat zijn ook belangrijke factoren. Trouwens, in de kantlijn meegegeven, slaap is nummer 1 medicijn eigenlijk. Hij gaat nog voor de voeding. Slaap, heel belangrijk, ook voor je huid. Oké, nummer 1 gluten, nummer 2 zuivelproducten op basis van koemelk. Nummer 3 suiker. Suiker. Ja, het is de drug waar we met z'n allen massaal aan verslaafd zijn. Het is eigenlijk slecht voor iedereen, maar zeker voor mensen met huidproblemen, zeker voor mensen met acne. Want wat doet suiker? Onder andere, het doet alleen maar slecht. Maar voor acne-patiënten is belangrijk dat het de hormoonbalans, die al verstoord is, nog meer gaat verstoren. Waardoor je meer talg gaat produceren. En talg, dat is de vetstof voor je huid. Dat is het sebum, noemt men dat ook wel. Ja, en als je daar te veel aan hebt, dan krijg je ja, dat overschot aan talg en dat gaat ontsteken. Dan krijg je puistjes. Okay? Nummer 2, wat suiker ook doet, is gaat ontstekingen
verergeren. Gaat ontstekingen ontketenen. Dus dat hoeven we niet, dat willen we niet. En ten derde, suiker gaat ook candida voeden. En wat is candida? Dat is zo'n gist die in je darmen zit. En die gaat heel veel slechte dingen doen voor je spijsvertering. Die gaat heel veel dingen, slechte dingen doen voor je weerstand, maar die gaat ook slechte dingen doen voor je huid. Dus die moet eruit. Dus, wat laten we uit onze voeding? Gluten, zuivelproducten op basis van koemelk en suiker. En eigenlijk geldt dat niet alleen voor de acne-patiënten, geldt dat voor iedereen. Oké, pas het toe en kijk wat het doet met je huid. En laat het mij weten, want ik hoor heel graag de feedback van jullie. Oké, ik heb ook 4 dingen beloofd die je kunt toevoegen aan je voeding. Oké, hier komen ze. Als je gaandeweg vragen hebt, noteer ze dan even. En gooi ze aan het einde van deze video even in de commentaren. Dan ga ik ze met heel veel plezier beantwoorden, oké? Wat kun je toevoegen aan je voeding? Om te beginnen, aloe vera. Aloe vera. Ja, ik ben er weer. Ik weet het. Maar het is zo fantastisch. Aloe vera is de stille heler. Aloe vera, waarom is het zo belangrijk voor acne? Wel, aloe vera gaat je maag-darmkanaal schoonmaken. Het gaat je darmen in balans brengen. Het gaat je huid helen. Het gaat je littekens vervagen. Het gaat je huid hydrateren. Het gaat al je celmembranen schoonmaken, dus ook die van je huid. Het is iets wat je moet drinken en het is iets wat je moet smeren. Dus dat gaat werken zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Maar let op, want het is niet omdat er aloe vera op het flesje of op de tube staat, dat het een waardevol product is, helaas. Helaas wordt het, zoals heel veel dingen in de marketing, vaak misbruikt. En er moet, let erop en lees etiketten. Dat is, ik denk dat dat het advies is dat ik deze week al het meeste aan mijn klanten heb gegeven. Lees etiketten, want het is zo, de marketing is zo misleidend. Ook wat betreft de drinkbare en de smeerbare aloe vera. Dus minstens 50% pure aloe vera heb je nodig. Gel dan. Om een werkbaar product te hebben. En als je graag advies hebt over welke goede producten zijn, stuur mij gerust een privéberichtje of gooi het even in de commentaren. Ik ga je met veel plezier een aantal producten aanraden, oké? Dus aloe vera. 2. Kurkuma. Kurkuma of turmeric of geelwortel. Dat is allemaal hetzelfde. Dat is dat gelige poeder. Wat eigenlijk de basis is voor curry, waar je ontzettend lekker mee kunt koken. En dat is zo ontzettend goed voor onze huid, want het is goed voor onze darmen. En alles wat goed is voor onze darmen is ook goed voor onze huid. Het gaat de spijsvertering verbeteren, helpen. En het gaat ook ontstekingswerend werken. Suiker gaat pro-inflammatoire werken en die geelwortel gaat net de ontsteking afremmen. Je kunt het in al je groenteschotels, in je curry's gebruiken. En je kunt ook doen zoals ik. Ik drink het elke ochtend in mijn ochtendwater. Begin met een mespunt en bouw op naar een halve theelepel. Of als je je wat minder goed voelt, zelfs een theelepel. En los dat op met wat zwarte peper erbij voor een betere opname. In een groot glas handwarm water. Een halve citroen kun je erin persen. En als je dat wil, kun je er nog een heel klein beetje honing aan toevoegen. Maar goede honing dan. En dan heb je een hele lekkere ochtenddrank. En dan heb je die geelwortel binnen, dan heb je die kurkuma binnen. Wat zoveel gezondheidsvoordelen heeft en ook op niveau van je huid. Dat was nummer 2. Nummer 3. Gefermenteerd voedsel. Gefermenteerde voeding zoals zuurkool. Zoals kimchi. Kimchi is nog niet zo bekend, maar is een heel krachtig en lekker Koreaans gerecht. Waarbij kolen en andere groenten in een bokaal worden gefermenteerd. En dat is heel heilzaam. Er bestaan prachtige receptjes over. Is heel goed voor je huid. Want waarom? Omdat daar probiotica in zit. En daar kom ik straks nog op terug. Maar probiotica, probios, voor leven. Dat is het tegenovergestelde van antibiotica. Dat is tegenleven. Dus we zitten weer in de darmen. En probiotica gaat je darmflora terug in evenwicht brengen. Gaat alle goede bacteriën aanbrengen om terug een gunstige balans te hebben in je darmen. Dus ook in je huid. En wat kun je nog nemen? Miso is ook gefermenteerd voedsel. Miso of
een van mijn favoriete kokosyoghurt. Daar zitten ook goede bacteriën in, is ook gefermenteerd voedsel. Dan komen we naadloos bij onze probiotica. Dat is ook iets wat je kunt toevoegen aan je voeding. Ik raad het iedereen aan om elke dag, 's ochtends bij het ontwaken, een goed probioticum te nemen. Maar ook daar bestaat heel veel rommel in. Dus let op met wat je koopt. Let op met dat je gaat voor kwaliteit. En ook daar kan ik jou weer advies in geven als je dat wil. Laat gewoon even weten met een berichtje of in de commentaren. Waarom probiotica? Wel, ik heb het daarnet al gezegd. Hè? Probiotica, je zou het zo kunnen zien. De aloe vera, die maakt het huisje schoon. En de probiotica, die zorgt ervoor dat er goed volk in het huisje komt wonen. Het is heel belangrijk voor alles in je gezondheid, ook voor je huid, dat er een goede balans bestaat in je darmen tussen de ziektemakende bacteriën en de helende bacteriën. Er moet ongeveer 65, 25, denk ik, zoiets is het, balans zijn. En de meeste mensen hebben tekort aan goede bacteriën. Dus als je een goed probiotica preparaat neemt, dan ga je daar ook weer heel veel gunstige effecten van krijgen. Oké. Heb ik er 4 gehad? Ik denk het wel. Dus wat gaan we toevoegen aan de voeding? Aloe vera, kurkuma, gefermenteerd voedsel, probiotica en mis ik er dan nog eentje? Aloe vera, kurkuma, gefermenteerd voedsel en probiotica. Ik heb er 4. Oké, perfect. Dat zijn dingen die ontzettend veel verschil kunnen maken in hoe je eruit ziet. En ik heb het niet over weken. Ik denk als je dat gaat toepassen gedurende 2 weken, dan ga je versteld staan van wat het resultaat is. En ik wens het je zo hard toe. En nog eens, als je zelf geen last hebt van acne, maar je kent misschien iemand die last heeft van acne, en dat hoeven geen pubers te zijn. Steeds meer volwassen mensen hebben er last van. Stuur deze video dan even door. Sharing is caring. Echt, deel het, want je weet niet welke plezier je die mensen ermee gaat doen. Er is zoveel onwetendheid over wat voeding voor je kan doen. Ook op niveau van hoe je eruit ziet. En ik weet verdorie welke pijn ermee gepaard gaat. Hoe het je zelfvertrouwen kan ondermijnen. En als je daar iemand mee kunt helpen, dan bewijs je die toch een grote dienst, is het niet? Want wat die mensen vaak te horen krijgen is, oké, je moet antibiotica nemen. Maar antibiotica hebben we net gezien. Antibios tegen het leven, dat gaat weer heel veel goede dingen kapot maken in je lichaam. Is niet nodig. Ook die Roaccutane bijvoorbeeld, daarvan is nu bekend. Ik denk dat het minder wordt voorgeschreven dan vroeger. Het is een tijd heel populair geweest. Maar nu is bekend dat het ontzettend veel ontstekingsreacties gaat uitlokken in je darmen. Ja, daar hebben we het net over gehad, dat het net hetgene is wat we niet willen. En als je ontstekingen gaat creëren in je darmen, dan heb je daar jarenlang last van in je gezondheid. Dus dat zijn toch wel dingen die je wil vermijden. En als je het dan met voeding kunt aanpakken, waarom zou je het niet doen? Oké, eens even kijken. Hilde en Philippe, leuk dat jullie erbij zijn. Als jullie vragen hebben of als jullie suggesties hebben, aanvullingen, voel jullie vrij alsjeblieft om het even in de commentaar te gooien. Vragen beantwoord ik heel graag. En in afwachting dat er misschien vragen komen, ga ik samenvatten. Met voeding kun je heel veel doen. Ook op vlak van hoe je eruit ziet. Je kunt je acne aanpakken met voeding. Ik heb jou in deze video 3 dingen gegeven die je kunt uit je voeding halen, die helpen, en 4 om toe te voegen. Wat haal je uit je voeding? Gluten, zuivelproducten op basis van koemelk, suiker. Dat zijn de dingen, de no-go's. Haal die eruit, doe het gedurende 2 à 3 weken en kijk welk effect het heeft op je huid. En misschien ook zelfs nog op heel veel andere aspecten van je gezondheid. En de 4 dingen die je kunt toevoegen zijn aloe vera, geelwortel of kurkuma, gefermenteerd voedsel en probiotica. Ga ermee aan de slag. Heb je graag advies over die producten, welke je precies moet gebruiken? Laat het dan even in de commentaar weten of stuur mij gerust een privéberichtje. Ik ga met plezier advies geven. Ook als je zin hebt om eens een keer wat meer te weten over hoe je je huid moet verzorgen aan de buitenkant. Want daar hebben we het nu niet over gehad. Maar dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Het is niet alleen wat je gaat innemen of wat je niet gaat innemen. Het is ook je verzorging die heel belangrijk is. En als je dat leuk vindt, dan wil ik daar zeker eens graag eens een volgende video aan wijden. Laat het dan zeker eens weten. Oké, goed.
ik zie niet meteen vragen verschijnen. Dus ik denk dat het allemaal duidelijk is geweest. Ik hoop dat je er waarde aan hebt gehad. Ik hoop dat je het deelt met mensen die er waarde aan kunnen hebben. Zodat we elkaar allemaal een beetje helpen om er beter uit te zien en om ons beter te voelen. Heel fijn dat je gekeken hebt. Geniet toch van je avond en heel graag tot een volgende video. Bye bye!